Dirk de Lint, bekend van Gooise Vrouwen en Soldaat van Oranje, speelt een van de rollen, in het Friesk. Als je een acteur de tekst wegneemt, of in dit geval een taal die je niet echt spreekt, dan neem je een van de pijlers weg waar je op kan rusten als acteur. En ik heb ooit een jaar of 3-4 geleden heb ik een Spaanse film gedaan. En daar moest ik Spaans in spreken en ik spreek geen Spaans. En toen heb ik mezelf beloofd dat ik het nooit meer zou doen. En dan kijk, hier zit ik in het Fries. Als je gaat spelen, dan moet je niet meer aan die tekst hoeven denken. Dan moet dat gewoon vanzelf komen. En dat laatste stukje, daar heb ik moeite mee. Vooral als je een emotie moet spelen. Eeltje, hoe stonk het wezen? De Lint speelt de huid van Eeltje, het haatpersonage in de film. Deze haatrol wordt speelt door de Friese actrice Brecht de Vriers. Ze docht voor het eerst ondervinding op voor een camera. Ja, heel spannend. Ja, het is een heel oors systeem dan bij het theater eigenlijk. Er zijn echt 20, 30 mensen kunnen zet. En het is heel druk. En ja, je maakt heel vaak dingen onijden van. En alles maakt natuurlijk is op de millimeter. Dus alles wat je misschien nog een keer van. En dan ja, maar dezelfde handeling. Ja, ik speel Eeltje, dat is een boerenfamke. We werden op een pleets met haar heid, aan mijn zo leden. En Eeltje, ja, dat is eigenlijk een famke die wordt een beetje zo als een domme Eeltje. Dus een beetje een domme famke. En dat speel je ik dus. En ze is ja, heel erg onzeker, want ze wordt heel erg in de rol trapen van dat is de domme famke. Dus dan voelt ze zich eigenlijk, dus ze is heel onzeker. En ik is een beetje eigenlijk op ziek naar haar seksuele identiteit. Het boek dat verfilmen wordt, zwaar in de jaren 60 van een soort opscore. Omdat er saïerlijk over seksualiteit knoeien wordt. Het is niet een makkelijke rol van Eeltje. Omdat het een meisje is die een beetje koketteert met het feit dat de mensen van haar denken dat ze heel simpel is. Maar misschien is ze wel helemaal niet zo simpel.